Dag soldaten van Trollend Leger. Ik ben nog altijd Tim van der Mensbrugge. Ik ben verslaafd geraakt aan inlineskaten en ik probeer mijn verslaving aan u door te geven. Je zou het niet zeggen terwijl ik hier zo achterwaarts probeer te rollen, maar ik ben op weg naar een paar A-lingen. Van een A-ling rollen is een van de geestigste dingen die dat je kunt doen op inlineskates. Allee, ik vind dat toch, hè. Je gaat snel, je voelt de wind door je haar ruisen en je weet, als ik een fout maak, klets ik met mijn wezen tegen de grond en dan ben ik dood. Ik ga niet ontkennen de activiteiten mij sterk weten aan te spreken als ik mijn eigen leven zijnde riskeer. Dat verklaart ook waarom dat je mij niet rap zult zien badmintonnen of pingpongen. Die sporten zijn niet dodelijk genoeg. Het is de wetenschap dat de schielijk kunt komen te overlijden die je doet voelen dat je leeft. Als er geen dodelijk risico aan vasthangt, verlies ik mijn concentratie. Een potentiële dood zorgt voor focus en daarom chase ik dus zo graag van A-lingen. Helaas woon ik in een gebied dat zo plat is als een vrij dunne pannenkoek. Natuurlijke A-lingen zijn hier zeldzaam. Een heel Gent is er een heuvel en die is nog een keer volgebouwd ook. Gelukkig zijn er in mijn buurt wel veel bruggen. En een mens moet vrede nemen met het landschap dat voorhanden is. In een van mijn eerste skatefilmpjes rolde ik ook van bruggen. Doing Bridges heette dat filmpje. Ik zal de link hieronder zetten. Alhoewel, in dat filmpje zag je mij veel stunteliger van een A-ling rollen. Ik kon mijn snelheid nog niet controleren door te slalommen. Mijn parallele bochten waren als het ware nog niet vrij parallel. Zo naar beneden slalommen kan er echt van genieten. En tegelijk moet je serieus blijven concentreren, want minste stuurfoutje kan uitmonden in felle pijn, triestige traantjes en algehele schamelijkheid. Thank you.
parkeertour. En hier heb ik een van mijn allerpijnlijkste momenten als inline skater mogen meemaken. Ik was naar de bovenste verdieping gegaan en het plan was om helemaal naar beneden te rollen. Al bij de eerste helling liep het mis. Ik maakte te veel snelheid en mijn prille remtechnieken werkten niet. Beneden aan die helling stond er een grote metalen bak om motto's op te vangen als er een rem stuk was. Die avond mocht die metalen bak mij opvangen. Het was mijn scheenbeen dat de grootste klap opving. Gelukkig was het niet gebroken. Ik heb wel wekenlang rondgelopen met een open wonden. De eerste avond dacht mijn vrouw zelfs dat ze bot zag. Sinds dat ik hersteld ben van dat malheur, hopelijk om die parkeertoren nog een keer af te dalen. Voilà, een beetje weirdness. Een 360 graden camera is echt machtig speelgoed. Weg naar de Zooie-Borluutbrug, een van de geestigste constructies in Gent om van te rollen. Het is de omhoogkruilende spiraal die rollende medemensen helpt om de autostrade over te steken. In Doing Bridges konden nog zien hoe dat ik heel voorzichtig naar beneden probeerde te rollen van die draaibrug. Ik hield mijn benen vrij wijd en ik smeet mij nooit compleet. Ook nu smijt ik me niet compleet, maar ik laat mijn eigen toch iets meer snelheid toe. Ik heb ook meer snelheid nodig, want op het einde wil ik een keer iets proberen, namelijk gecontroleerd uit een bocht vliegen. En hop, gelukt. Ik geef toe dat ik er eerst een paar keer op heb geoefend. Ik wou zeker zijn dat ik schoon zou landen. Maar nu weet ik dat het mij lukt om gecontroleerd uit een boog te vliegen. In het vervolg ga ik nog meer snelheid proberen te halen, zodat ik nog verder vlieg. Dit is werkelijk veel te plezierig.
Als je schrik hebt van hellingen, zoek in uw buurt dan een zachte en brede helling. Breed is belangrijk, want dan heb je alle ruimte om te oefenen op je parallelle bochten. Ik zweer het u. Vanaf dat je langs twee kanten parallel kunt draaien, kun je elke helling aan. Dan rem je gewoon door te draaien. Kijk, een helling als deze is vrij ideaal. Een zacht glooiend plein is ook vrij geschikt. Wat ik graag zou kunnen, is achteruit van een helling rollen. Ik zal eerst nog maar wat oefenen om achteruit te rollen op vlakke stukken, dat is al moeilijk genoeg. Als je Sean Unwin en zijn maat Alex B. ziet, dan denk je, hoe doen die gasten dat om zo vlotjes achteruit naar beneden te vliegen en om een keer onder snelheid te controleren ook. Over een paar maanden zie je mij hopelijk ook achterwaarts van een brug rollen. Voor hetzelfde geld zie je geen skatefilmpjes meer verschijnen op mijn kanaal. Dan ben ik allicht zo zwaar geblesseerd geraakt dat ik alleen nog maar geschikt ben voor rolstoel badminton. We zullen wel zien. Voorlopig rol ik nog altijd voorwaarts naar beneden. Voilà, ik ben weer uitgerold. Als je het een beetje treffelijk vond, moet je op like klikken. En vergeet u niet in te schrijven op mijn kanaal. Ik ben u dankbaar. En in de volgende filmpjes trek ik naar het skatepark op mijn aggressive skate. Salutjes, yo!